Komende zaterdag wordt de Europese Clean-up Day gehouden. De organisatie roept op om het zwerfafval in je eigen buurt op te ruimen en zo iedereen bewust te maken van het zwerfafvalprobleem. De zeeën en oceanen liggen namelijk vol met ons zwerfafval. De brei is zo groot als Frankrijk, Portugal en Spanje samen. Veel mensen denken dat afval in zee terechtkomt doordat schepen en arme landen het zomaar dumpen om er op een makkelijke manier van af te zijn. Maar niets is minder waar. Het komt vooral door ons eigen gedrag. In Nederland gooien wij jaarlijks met z'n allen zo'n 300 miljoen kilo troep op straat. Soms doen we dat helaas bewust, soms onbewust. Feit is dat ons zwerfvuil en dat van andere landen door de wind en de rivieren naar de oceanen wordt geleid. Het maakt 80% van de daar liggende plastic troep uit en bedreigt de levens van vissen en vogels. Maar dat niet alleen. Onderweg veroorzaakt al dat plastic ernstige schade aan onze eigen gezondheid. Oud-fotograaf Peter Smit maakt zich ernstig zorgen over zwerfvuil en de schade die het aan onze gezondheid aanricht. Zoveel zelfs dat hij zijn baan ervoor opgaf om via zijn website en lezingen voorlichting te geven over het gevaar van zwerfvuil. Ook maakte Peter een enorme wereldbol van plastic flesjes om aandacht voor zwerfvuil te vragen. Daarnaast raapt hij dagelijks zwerfvuil rond zijn woning in Amsterdam. Dat sorteert hij en brengt hij naar de Milieustraat. Kijk, en zo doe jij dat dus. Ja. Met zo'n grijpertje. Voor mij is het een soort sport geworden. En hoop dat je niet mist. Wat je tegenkomt, dat pik je mee. Dat alles wat rechts van mij is, dat pik ik mee. En dan hoef je niet bang te zijn dat wat ik links laat liggen, dat ik dat laat liggen. Ja? Kom ik s'avonds op dezelfde plek, kom ik er weer langs. En gek genoeg, dan zijn er duizenden mensen langsgelopen. Het ligt er nog. Hoe komt het dat jij het dan wel oppakt? Omdat ik weet dat dit jongetje, ja, die hier achterop zit, die gaat het namelijk eten. Die gaat het eten? Ja, het komt in de voedselketen. Hier langs de kant zie je natuurlijk heel veel plastic liggen. En dat is een klein gedeelte van wat even aanspoelt. Maar het meeste gaat onzichtbaar door. Zonder dat je het ziet, gaat het richting die oceanen. En daar drijft iets over de 100 miljard kilo aan plastic. Al die vissen die gaan het eten. Die vissen worden weer gegeten door een grotere vis. Weet je wel, sushi? Ja. Heerlijk. Heel lekker, hè? Heerlijk. Maar dan eet ik dus eigenlijk... Eigenlijk plastic. Ja. Plastic. Ja. En dat is echt geen fabeltje. Het wordt steeds meer onderzocht, komt steeds meer naar boven. Steeds meer wetenschappelijke rapporten die aangeven van bijna in elke leven. Er zit nu al plastic residu zit in ons lichaam, nu al. Ja, dat is toch een bizar idee? Ja, en heel veel komt gewoon doordat we plastic zo achterloos met plastic omgaan op straat. En ja, hoe moeilijk is het dan als je weet dat plastic, als hij het gaat eten, weet je wel. Hoe moeilijk is het dan om het op te pakken? Ja. Ja, een kleine moeite. Hele kleine moeite. Hoe komt het dat het jou zo raakt? Dat jij op je gele fiets hier vuil raapt en iedereen hier maar gewoon lekker aan voorbij wandelt. Er niet eens oog voor heeft. Ik denk omdat ik door heb dat je in je eentje een verschil kan maken. En dat geldt voor iedereen. Iedereen kan het verschil maken. En dat hoeft niet heel heldhaftig te zijn of zoiets. Maar we hebben nu allemaal het idee dat het ene stukje wat ik oppak, dat heeft geen zin. Nee. En het tegenovergestelde is waar. Want die plastic soep zelf is daar het bewijs van. Die plastic soep wordt grotendeels... Dat daar 100 miljard kilo in de oceaan drijft, is grotendeels te danken aan dat mensen denken van, ach, als ik één flesje laat vallen... Het is maar één flesje. En juist door die gedachte drijft er nu 100 miljard kilo aan plastic in die oceanen. En diezelfde kracht, die wil ik gebruiken om het op te lossen. Helaas denken veel mensen dat de overheid het wel oplost. Dat doet ze ook, maar de hoeveelheid zwerfvuil is zelfs voor de gemeentereinigers te groot. Bovendien kost het veel geld. We beseffen niet dat we jaarlijks 15 euro per persoon betalen om ons zwerfvuil op te laten ruimen. Weggegooid geld, zou je kunnen zeggen. Hé, maar Peter, de meeste mensen die lopen hier toch gewoon aan voorbij? Jammer genoeg wel, ja. Kijk, er lopen hier dus... Ik weet niet hoeveel mensen hier precies langs lopen, maar ik schat tussen de 4.000 en de 8.000. Als iedereen één stukje meeneemt, dan is het weg. Ik probeer mensen zo gek te krijgen dat ze gewoon gaan doen. Want eigenlijk is het heel gewoon dat je iets oppakt, omdat het anders in je eigen eten terechtkomt. Anders ga je het zelf eten. Dus het is gewoon puur eigenbelang dat je het oppakt. Niet, je pakt je geen rotzooi van een ander op, dat doe je niet. Nee, ik pak het toch voor mezelf op, anders ga ik het opeten. Dus je kan kiezen of je eet het op of je pakt het op. Een van de twee, dus aan jou de keuze. Volgende week in Melk en Honing zien we dat het eigenlijk heel bijzonder is dat vlinders kunnen vliegen.
Dus als ze dan met die vleugels gaan wapperen, dan krijgen ze eigenlijk een beetje last van hun eigen turbulentie. En omdat ze zo licht zijn, ja, daardoor wiebelen ze een beetje. En dat is dat fladderen wat wij zien.